Wat heel belangrijk is, is dat leerlingen ook uit de school getrokken worden en een andere omgeving en iets anders ervaren. Want alles wat je vanuit een ervaring meemaakt, beklijft. Lol en ontspanning is gewoon heel belangrijk. Altijd en overal. En als je lol en ontspanning laat gebeuren in interacties waarbij oudere en jongere mensen betrokken zijn op elkaar, dan gebeurt het leren vanzelf. In principe kan iedereen een rit rijden. Klaar, meiden? De hele klas wilde dat het goed ging, dat het lekker liep. Dus iedereen ging mee, iedereen deed mee, iedereen hielp mee. Echt, het was zo'n saamhorigheid. En zo krijg je dat iedereen in de flow kwam. Niet één iemand, nee, de hele groep. En dat is echt prachtig. Maken. Ja! Ja! Oké, hier is het resultaat. Fantastisch! De kunstwerken zijn daarna in school opgehangen en dat vertelde zich voort.